Het Rode Kruis Flevoland hield vanmiddag een grote rampenoefening in Lelystad. Daarbij werd samengewerkt met scouts van de Askanengroep. In het scenario was een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft, vlak bij de kinderen. Nou, ze kwamen aan en ze pakten spullen uit de bus en ze gingen een tent opzetten en zo. En tussen gingen alle mensen kijken hoe het met de slachtoffers ging en zo. Want er waren een paar flauwgevallen en zo en werden niet lekker. Dus er werd meteen naar gekeken hoe het ging. En daar werden de slachtoffers die wel beter waren, werden dan geholpen en zo. Eén of twee keer per jaar houdt het Rode Kruis een grote oefening, zodat vrijwilligers weten hoe ze moeten handelen bij een ramp. Je moet het zien als een verzekering. Je hoopt het nooit tegen te komen, maar ja, als het er is, dan ben je er in ieder geval wel. En in het echt kunnen we dat niet oefenen, dus doen we dat hier. Bij deze oefening wordt alleen getraind op de mensen die lichte verwondingen hebben. De andere gewonden zouden normaal gesproken meteen met de ambulance meegenomen worden. Dat werd hier dus buiten beschouwing gelaten. Bij aankomst gaan de vrijwilligers eerst kijken wie acute hulp nodig heeft. Dus je gaat eerst goed even kijken langs de mensen die getroffen zijn, wie de hulp nodig heeft. En wie het als eerste hulp nodig heeft, die gaan we helpen. En zo prioriteren we eigenlijk op zwaarte van de verwondingen. De oefening verliep sneller dan verwacht en er werd goed gereageerd door de vrijwilligers. Het kwam een beetje chaotisch op gang, maar dat is ook in een echte situatie met zoveel slachtoffers. En daarvoor doen we oefeningen, want er zijn ook dingen die gewoon beter kunnen. Maar dat is op detail en die gaan we zometeen evalueren. En vanmiddag doen we de oefening weer opnieuw, zodat we de verbeterpunten daarin mee kunnen nemen. En hoe werd er gereageerd door de mensen van het Rode Kruis? Nou, heel rustig, heel serieus werd opgepakt, alsof het echt een probleem was, leek het wel. De scouts vonden het daarnaast ook nog eens leuk om te doen. Ik vond het een bijzondere ervaring. Ja, ik heb zelf nog nooit slachtoffer gespeeld eigenlijk voor Rode Kruis, dus het leek me wel bijzonder om eens een keer mee te doen als vrijwilliger.